of wat vertellen, of niks zeggen, of een koekje pakken, of naar de zee gaan. Ik bedoel, hoe het gaat. Ik zat even na te denken over de baby, zeg maar, die dan bewust wordt. Of ja, het is natuurlijk echt zo, maar ik bedoel. Ja. Je kunt wel zeggen dat er een, toch dat er een. In zekere zin is het dus hetzelfde als dat je als baby was, zeg maar. Dat zien is het is weer terug naar de herinnering, zou je kunnen zeggen. Maar is er niet een heel, heel subtiel verschil dat het nu duidelijk is? En dat als baby dat het gewoon één grote... Ja, ik bedoel... Is, ja, ik weet niet meer hoe nee, dat je kunt het niet even zeggen, maar het lijkt me toch... Ja, in het begin had ik dan heel lang dat er dan heel veel spirituele leraren zeggen dat ook van het leven is bedoeld om... dat weer te ontdekken of zo, dat klinkt me dan allemaal wat zwaar en zo. Maar je zou wel kunnen zeggen dat ja, je zou er niet over kunnen praten als je niet even weg was geweest. Waarschijnlijk wat dan, wat van, juist doordat je even, doordat even dat ik is gekomen, is het ook duidelijk van wat dat die beweging is, toch? Op het moment dat iets weg was, anders had je er niet eens over kunnen anders, praten. Als je het alleen maar kent, is wat anders dan dat het er niet is en dan weer terug, zou ik maar zeggen. Ja. Zo bedoel je. Ja. Dus niet om het belangrijk te maken, ja. Zo, maar het is wel de enige. Ik denk dat jij erover kan praten, omdat er ook even, dat ik even tussendoor is gekomen, toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, wat maakt het uit? Dat maakt ook niet uit. Ja. Ja. Maar ik zit wel een beetje zo van. Ja. 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 Dat is een interessant verschijnsel of zo. Ja. Maar misschien ook wel gewoon dat hoe dat kan, dat het eigenlijk hetzelfde is en toch lijkt er iets veranderd of zo. Maar hetzelfde als met ik, dat is ook eigenlijk niks, eigenlijk verandert nooit iets. Dat is heel gek, want op het moment dat je vanuit dat ik praat, praat je altijd vanuit dat je ernaar kijkt. En dan heb je een bepaalde manier van denken. En vanuit die manier van denken benader je dit. Daarom zit er ook, lijkt de oorzaak en gevolg, want, hè, dat je denkt van ja, maar daarvoor was dit en daarna was dat. Terwijl zo is het niet. Nee. Maar dat is iets wat je misschien soms even kan zien. Maar normaal gesproken denk je altijd in vroeger en nu. En dit is daardoor gekomen. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Mm-hmm. Want het is alleen maar wat er is. En dat is elk moment weer nieuw, zou ik zeggen. Dus dat is niet door iets, dat lijkt zo. Omdat je op die manier kijkt naar de dingen die vast zijn. En op die manier... lijkt dingen oorzaak en gevolg te hebben. Kijk, je hebt natuurlijk wel gewoon de natuurwetten, dat is niet waar ik het over heb, maar meer ook hoe dat tussen mensen bijvoorbeeld gaat of dingen. En dat zo normaal is om dat op die manier te zien, dat je niet eens de opkomt, bij wijze van spreken, om te zien dat er niks met elkaar te maken heeft. Dat kan je met je gedachten vaak niet eens voorstellen. Het is een soort... Of je kent het, of je kent het niet. Zo. En soms is het een moment, kan natuurlijk ook, dat het opeens, en dan wordt even die vanzelfsprekendheid weggehaald. Ja. Dat is verwarrend, maar soms is dat zo sterk weer, dat moment ook weer op de achtergrond verdwijnt. Het is zo krachtig, zo... overtuigend om iemand te zijn en om daar vanuit bezig te zijn en om dan vanuit dat uitgangspunt ermee bezig te gaan, hoe dan? En het heeft er niks mee te maken. Dat is waar het hier dan eigenlijk ook over gaat. Dat als dat gebeurt dan is dat zo, maar dat is niet door jou, dat is die hersenen en alles heeft een functie en dat gaat gewoon door. Maar dat heeft verder niks met een soort centrum of dat jij dat doet te maken. Dat van wat gebeurt. That's it. Het is het meest simpele wat er is. Maar dat is dan eigenlijk, lijkt te makkelijker. Want het is nooit meer. Het is niet erover na, maar ja, normaal is het erover nadenken of ermee bezig of... Dat lijkt dan een soort functie te hebben in het proces. En dan kan je dingen van vroeger en nu en denk je, het gaat toch wel weer
anders of beter. Ah, die is zo normaal. Zou je dan kunnen zeggen dat het een soort van een laagje van een reflectie op jezelf eigenlijk tussen zit? Die maakt dat het allemaal onbeschrijvend wordt en dat die tussenuit valt. Ja. Waardoor er eigenlijk niet meer verwezen hoeft te worden naar, naar ik of naar jou. Ja, zoiets valt er tussenuit. Alsof je kijkt, alsof er iets is wat altijd naar je kijkt. De een heeft dat niet sterker dan de ander. Het bewustzijn wat altijd ergens er is. Op het moment dat dat ik wegval, zal dat ook dat bewustzijn weg, dat naar jezelf kijken. Maar in feite is het ik er helemaal niet, dus in die zin valt er ook nog niet eens wat weg. Dat is het gekke. Ja. Een ogenschijnlijke reflectie op een zelf. Het is heel raar. Ja. Dat is een grote grap eigenlijk. Ja. En het idee dat jij ervoor kan zorgen dat, het is gewoon, wow, maar die is zo overtuigend. Of goed gedaan of niet, weet je, ah, oh, die gaat niet door. Ja. Ja. Ik wel interessant, van mij stond iets over, ik heb een site, je hebt het ook over energetische contractie, geloof ik, klopt dat? Ja. Dus niet alleen het zelfbeeld, maar dat het zich ook een soort van settelt. Ja. In een lijf, een structuur wordt. Ja. Het wordt ook fysiek, dus het is niet alleen maar een gedachtegang. Het is ook heel fysiek in dat lichaam, wat elke keer weer genereert. Hè? Dat op die manier die gedachten daar ook mee te maken hebben. Dus het lijkt zo bevestigd te worden. Gaat het dan samen met de gedachte op mezelf? Dat die contractie die... dat eigenlijk ook kwijtraakt. Dus dat gaat waarschijnlijk ook over grenzen dan. Ik was ook wel benieuwd hoe je dat fysieke grenzen, zeg maar, of contractie. Maar contractie kan nog steeds gebeuren. Het heeft alleen niks met te maken met wat je normaal denkt van, oh god, wat heb ik gedaan. Maar een beeld van zelf, zeg je volgens mij, gaat ook gepaard met een fysieke contractie, zeg je. Op het moment dat bewustzijn komt, maar dat gaat vaak daar. Ja, dus dat verdwijnt dan ook. Ja, nou ja, niet helemaal, dat hoeft niet. Ja, ja. Want dat is een soort fysieke iets wat kan minder worden. Vaak wordt het wel minder, maar dat hoeft niet in één keer te verdwijnen. Ja, oké, ja. Als het in één keer verdwijnt, weet je niet wat er gebeurt. Dat is wel heel veel. Dat kan misschien, maar ik ken dat niet zo. Want het maakt nou niet uit. Dat is het verlangen natuurlijk, want dat is ook waar je last van hebt op een bepaalde manier. Dat strakke of dat je die kramp of in feite, dan is er dat. Zo, dat is het ook, je hoeft nergens meer heen. Je hoeft nergens, trouwens niemand, je hoeft nergens heen, want dat is het. Mm-hmm. En de verwarring ligt in dat je altijd denkt dat dit niet is. Het is altijd iets van, maar het niet kunnen voorstellen of geloven of binnenkomen, want dat dit het is, dat dit alles is. Dat je denkt, hallo, ik voel me niet vrij of ik voel me niet, weet ik veel. Maar daar gaat het niet over. Dat is, lijkt of dat op de een of andere manier niet zomaar binnenkomt. Dat het altijd het idee is, dat er ergens een idee vaak is van, op het moment dat het ik weg is, dan misschien wordt het dan beter of voel ik me vrijer. Maar dat heeft er niks mee te maken. Dus er is ook geen betere toekomst. Op die manier, zeg maar, er is natuurlijk helemaal niet eens toekomst. Maar het wordt niet beter. Het wordt helemaal niet beter. Het is zelfs geen ontsnappen meer mogelijk. Wat soms nog op het moment dat ik er is, dan kunnen er dan nog allemaal mechanismen zijn om er een beetje buiten te staan. En dan opeens, braf. Is het alleen maar dat is ook nog een soort van grappig, want gedachten komen er ook maar op. Ja. Wat kun je daar aan doen? Alsof er iets is wat er wel... Ja. Ja. Ik moet het dat ik ooit een gedachte bedacht heb. Nee. Popte gewoon. Ja, ja. Ik weet er niet wat ik ga zeggen. Ja.
Ja, zo integreren. Ja, ja. Waanzinnig. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Totaal misleiding is het eigenlijk. Ook. Ja. Ja. Alsof jij het doet. Ja. Ja. Een beetje chaos. En die contractie, ik dacht even van misschien is ja, het is niet echt een verschil, maar ik bedoel, dat is, ik dacht dat je ook bedoelde met contractie, dat is een verschil. Ik bedoel, natuurlijk is de contractie als je pijn hebt of zo, is het lichaam. Ja, ik bedoel, is niet, zou je niet kunnen zeggen dat de ik, zeg maar, zolang dat het nog voelt als een realiteit, dat het een soort fysieke contractie is in de zin van dat je je fysiek afgescheiden voelt van alles om je heen en dat die constante contractie, dat die eigenlijk weg is? Dat is, is dat niet een verschil? Natuurlijk niet een verschil. Of is dat er ook nog steeds? Ik kan me eens voorstellen dat er nog is als er geen ik meer is. Want dan, of tenminste niet lang. Want dan, dat is juist wat de ik toch is. Dat hij zich constant probeert af te scheiden van... Ja, maar dat of, het heeft... Nee. Nee? Oh. Nee, dat kan... Het kan net zo goed weer terugkomen. Alleen er is niks wat het verandert. Of probeert te veranderen. En dan... Dat lichaam is ook een eigen beweging. Dat heeft niks te maken met niet altijd met je gedachten, dat kan. Of met er is niks wat, het kan op een gegeven moment gaat het wel ontspannen, dat werkt. Want op het moment dat het niet meer wordt bevestigd, dan kan het ook niet meer in die krant blijven. Maar dat is niet meteen, of dat kan ook. Nee, dat bedoel ik. De constante gaat er een beetje uit of zo, van het constant. Nou, het bevestigen. Het is niet, het wordt, je gaat het niet meer bevestigen. Het is niet een soort. Want het eigenlijk, als er niks gebeurt, dan valt het als vanzelf uit elkaar. Maar dat hele mechanisme van ik is voortdurend bezig om het te bevestigen. Het kost dus ook heel veel energie om het maar voor elkaar te krijgen. Ja, dat bedoel ik. In die zin is het. En als dat niet meer gebeurt, valt het langzamerhand uit elkaar. Ja, dat bedoel ik. Stel, in die zin kun je wel een soort van onderscheiden. Ja. Niet dat je dat doet of zo. Ik kan me voorstellen. Dat is een gevolg. Ja. Zeg je? Gevolg. Ja, gevolg. Ja, maar zo op het moment dat je vanuit het ik denkt, dan denk je altijd in oorzaak en gevolg. Dat heeft, als ik zeg dat heeft er niks mee te maken, ja, dat zijn twee werelden naast elkaar. Ja, weet je. Dat kan je niet begrijpen. Dat heeft niks, dat is een ander iets. Of zo. Ja. Want er is altijd alleen maar wat er is. Of het nou spanning is of contractie of dat is alles. En wij maken er dan van ja, maar ik zit in mijn en daarna niet meer. Nee, daarna niet meer. Daarna is er dat. En that's it. Dat is alles. Het onderscheid is ook niet zo duidelijk. Maar het maakt ook niet uit. Het voelt misschien anders, maar ja. Wat verandert als je het hebt over dat continue, die spanning, er is een ergens een. Ja, continu. Er is iets. Dat is geen idee. Maar dat is heel subtiel. De ene keer is dat sterker dan de andere keer. Dus dat is al. Dat is altijd, ja. Alleen. Dus de ene keer is dat sterker dan de andere keer. Op het moment dat je erover praat, wordt het ook sterker. Dat. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Het. Dat wordt sterker op het moment dat je met elkaar erover bezig bent, dan lijkt dat wel of dat sterker is. Dat is niet door mij of voor mij, of wat, maar dat is gewoon sowieso. En op het moment dat daar niemand is die elke keer bevestigt dat je iemand bent, kan het sterker worden. En het kan ook net zo goed weer juist een reactie geven. Er is niks meer wat het verandert. En dat is gewoon dat ik, schijnbare ik er is, die is voortdurend met verandering bezig. Op een, soms misschien heel subtiel, maar er is altijd wel iets van je, hè, god, zit ik daar nou weer? Of, oh, nou ja, wat ook.
En zelfs dat is het natuurlijk. So what? Dan denk je dat.